Er is een criminaliteitsurgentieplan in de maak. Woensdag, voor aanvang van de vergadering van de ministerraad, verduidelijkte minister Kenneth Amoksi dat het plan al was aangekondigd, maar dat er nu wordt gewerkt aan de finalisatie van het plan. Nu gaan de, dus wat we in voorbereiding hebben. Het was ook al aangekondigd dat we vanaf afgelopen week bezig zijn geweest met het bespreken van criminaliteitsoperatieplannen. Er is een plan gemaakt voor korte termijn. Daarover hebben we ook nog gisteren met de president vergaderd. Vandaag, als het goed zit, wordt het kostenplaatje aangeboden. En als de financiering vrijkomen, wordt er dus dan een aanvang gemaakt met een korte termijn plan. Vervolgens gaan we dan over tot het samenstellen van een criminaliteitsurgentieplan. Dat zullen we dan over een langere periode uitsmeren. In de begroting voor dit jaar is alles meegenomen voor het effectiever uitvoeren van het werk op het ministerie van Justitie en Politie. Amoksi geeft aan hoopvol te zijn dat de begroting wordt goedgekeurd zoals het gepresenteerd is. Dus wat ik zeg, we zijn een verantwoordelijke regering en die verantwoordelijkheid moeten we dus dan invullen, ook ten aanzien van de aanpak, het deliveren van veiligheid. De issues zijn divers. Je kijkt bijvoorbeeld naar de politiebureaus, de kazernes. Wat hebben ze aan bijvoorbeeld computers, printers. Je kijkt naar de communicatiemiddelen. Je kijkt naar inventaris. En vervolgens moet je dan ook op straat zijn. Dan kijk je ook wat heb je nodig op straat. Toch om representatief te zijn, maar daarnaast ook het werk te kunnen doen. De minister geeft verder aan dat alle zaken aangepakt moeten worden wanneer wordt gewerkt aan het veiligheidsvraagstuk. Er kan niet alleen worden gewerkt aan de aanschaf van uitrusting zonder bijvoorbeeld goede gevangenissen of andere instituten te hebben.